Bij deze oefening hebben we een cirkel met straal 1. En die wordt doorlopen in tegenwijzerzin van het punt met coördinaat 1, 0 tot het punt A. En het punt A heeft coördinaten min sinus 2, cosinus 2. En wordt gevraagd naar de lengte L van deze cirkelboog. Misschien is het best om eerst een keer te gaan kijken, dat punt A, waar ligt dat juist? 2, min sinus 2, cosinus 2, die 2 is een hoek en radiale. En dat is de lengte van de cirkelboog 2, startend van dat punt 1, 0. Dus dan moeten we een idee hebben, dit is het punt bij een hoek pi, dat is ongeveer 3,14. Dit is bij een hoek pi over 2, dat is ongeveer 1,57. En 2, dat zit iets dichter bij 1,57. Dan bij 3,14. Dus 2 ligt daar. Met cosinus 2 hier. En sinus 2 hier. Min sinus 2 als x-coördinaat ligt dus hier. En cosinus 2 als y-coördinaat. Dat is negatief. Is dit punt. Mijn gevoel zegt dat deze hoek hier een rechte hoek is. En inderdaad, als ik dit hier het punt A noem en dit het punt B, het scalair product van die vector A met die vector B is gelijk aan cosinus 2 met min sinus 2. Plus sinus 2 maal cosinus 2 is inderdaad gelijk aan 0. Dus dat is hier een rechte hoek. Dus dat wil zeggen dat die booglengte van hier tot hier gelijk is aan 2 plus pi over 2. Een volgende grens, dus dat is duidelijk groter dan die 2. De vraag is dat nu groter dan 5pi over 4 of niet? 5pi over 4, dat is hier 145 graden. 5pi over 4, dat was hier... Hier lag ik dichter bij pi over 2 dan bij pi. Dus hier zal ik ook dichter... Daar komt 90 graden bij. Dat is... Deze hoek hier is 45 graden en deze hoek is kleiner dan die 45 graden. Dus kom ik tot antwoord C.